Hoi allemaal, welkom bij FEM. In de video van vandaag ga ik jullie wat tips geven voor het kiezen van een studie. En ik heb er zelf heel erg veel moeite mee gehad. Ik ben heel erg vaak geswitcht. En uiteindelijk ben ik gelukkig bij een studie terechtgekomen waar ik super blij mee ben. Maar het was behoorlijk lastig. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen er moeite mee hebben. En ik dacht, ja, als ik nou een studie moest gaan kiezen, dan had ik eigenlijk wel gewild dat ik deze dingen wist. Dus vandaar, ik dacht, ik ga er een video over maken. Overigens is het wel zo dat de tips die ik nu geef vooral van toepassing zijn op de universiteit. Ik heb zelf geen ervaring met mbo of hbo. Ik weet wel dat hbo ongeveer een klein beetje hetzelfde is qua dit soort dingen als de universiteit. Maar mbo is volgens mij totaal anders. Dus sorry, daar kan ik helaas geen tips voor geven. Maar misschien dat jullie er alsnog wat aan hebben. Mijn eerste tip is logisch, maar het is sowieso heel erg belangrijk. Ga naar open dagen. Je hebt dan natuurlijk een beetje de kans om rond te kijken. En natuurlijk zijn er presentaties waarin universiteiten, weet ik het wat, hun best doen om ervoor te zorgen dat de studie er fantastisch uitziet, dat je helemaal overtuigd wordt. Maar wat heel erg belangrijk is, is om daar ook te praten met studenten. Want zij hebben de studie gevolgd, zij kunnen je echt vertellen, nou ja, wat ze ervan vinden. En stel hen gewoon vragen, daar zijn ze voor. En op die manier krijg je net een wat beter beeld van een studie dan wanneer je alleen afgaat op wat je tijdens die open dag verteld wordt. Wat voor mij ook wel heel erg belangrijk is geweest, is dat je niet zomaar een studie moet kiezen vanwege de studie zelf, omdat die studie je nou eenmaal leuk lijkt, maar ook om wat je er later mee kunt gaan doen. En dan heb ik het niet zozeer over van, oh, dan kan ik heel veel geld gaan verdienen, maar meer van, wat is nou uiteindelijk het werk wat ik hiermee kan gaan doen? Ga ik dat leuk vinden? En als je uiteindelijk een bepaald type baan voor ogen hebt en je gaat dan die studie doen, dan is het ook veel makkelijker vol te houden, kun je het veel beter in context plaatsen en dan is gewoon de hele studie een stuk leuker. Nog iets, en dat had ik zelf eigenlijk ook veel beter moeten doen toen ik begon met studeren, is dat het heel erg handig is om de vakomschrijvingen van de vakken die je tijdens je studie gaat krijgen alvast te lezen. Dus toen ik bijvoorbeeld taal en communicatie ging studeren, uiteindelijk heb ik dat ook afgemaakt, maar dat was een hele omweg. Maar toen wist ik eigenlijk niet dat de studie die ik ging doen zoveel om argumentatie ging. Dus niet zozeer taal en communicatiewetenschap totaal niet, maar eigenlijk alleen maar argumentatie. En als ik me beter had ingelezen, als ik beter de studiegids had bekeken, oftewel echt de vakomschrijvingen, dan had ik misschien, nou ja, waarschijnlijk zeker weten, had ik die studie niet gekozen. Maar vaak zijn die studiegidsen met echt die vakomschrijvingen per jaar, zijn niet echt voor studiekiezers te vinden, maar ze zijn vooral bedoeld voor de studenten die al studeren. Maar die zijn, als het goed is, gewoon openbaar. Ik weet in ieder geval dat de UvA, waar ik heb gestudeerd, dat je het daar sowieso kunt vinden. En volgens mij geldt het voor andere universiteiten ook. Dus lees dat gewoon eventjes en dan krijg je echt een goed beeld van waar de studie nou daadwerkelijk om draait. Je moet heel goed bedenken dat niet alles van een studie leuk is. En aan elke studie zitten wel mindere kanten. Maar ook daar moet je je niet door tegen laten houden. En ik heb daar zelf heel erg veel spijt van gehad, want ik wilde eigenlijk wel communicatiewetenschap doen, maar ik was heel erg bang voor de statistiekvakken die je dan zou moeten volgen. En daarom ben ik dat uiteindelijk niet gaan doen. En uiteindelijk had ik daar heel veel spijt van en ben ik alsnog een schakeljaar gaan doen met een half jaar lang alleen maar statistiek, zodat ik alsnog een master van die studie kon volgen. En toen ik dat deed, toen dacht ik echt van, waarom is dit nou waardoor ik me heb laten tegenhouden? En ja, elke studie heeft gewoon zijn mindere kanten, maar echt, het is vaak is het gewoon te doen en bijt even door de zure appel heen en dan komt het wel goed. Wat heel erg leuk aan de universitaire studie is dat je hem redelijk kunt customizen, om het zo maar te zeggen. Je hebt natuurlijk een hoofdrichting, nou ja, dat is gewoon wat je studeert. Maar daarnaast heb je ook nog een bepaald aantal punten dat je kunt opvullen met een vrije ruimte. Ik heb dat zelf gedaan met vakken die ik nog over had van een andere studie en met een minor communicatiewetenschap. Heb ik dus uiteindelijk ook op die manier gedaan. Maar je kunt, stel ook dat je rechten gaat studeren, dan kun je bijvoorbeeld ook een minor kunstgeschiedenis erbij doen. En dan heb je toch nog een soort mini stukje kunstgeschiedenis gedaan, waardoor het allemaal nog net eventjes wat leuker is. Overigens is het ook nog zo dat, stel je vond je bachelor echt niet leuk, maar je hebt hem toch afgemaakt, dat je dan altijd nog een andere master kan gaan doen. En dat is wat ik uiteindelijk heb gedaan. Ik moest er dan nog wel een half jaar een schakelprogramma voor doen, maar uiteindelijk heb ik dus wel een hele leuke master gedaan waar ik super blij mee ben. Als laatste tip, mocht je er nou halverwege het eerste jaar achterkomen van, jemig, wat heb ik nou weer voor verkeerde keuze gemaakt, dit is echt niet wat ik wil doen, geef niet op. Maak in elk geval de vakken af die je kunt afmaken, haal de punten die je kunt halen, want je kunt uiteindelijk vaak die vakken gebruiken om een
keuzeruimte van een andere studie op te vullen. En ik heb bijvoorbeeld gedaan toen ik met Engels stopte. Toen kon ik een aantal vakken gelukkig meenemen. En daardoor heb ik relatief weinig studievertraging opgelopen. Omdat ik daardoor vrijstelling had voor keuzevakken die ik eigenlijk met die andere studie had moeten doen. Dus nou, dat scheelt dan toch wel weer een klein beetje. Ik hoop dat jullie iets aan deze tips gehad hebben. Als jullie zelf nog tips hebben, laat ze alsjeblieft achter in de comments. Want ik weet zeker dat heel veel andere meiden er wat aan zullen hebben. Nou ja, zoals ik al zei, dit zijn wel echt tips die vooral gaan om de universiteit. Dat is waar ik ervaring mee heb. Maar hopelijk heb je er toch nog wat aan als je eventueel na aan het denken bent over een mbo of hbo studie. Nou, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! In de video van vandaag deel ik met jullie mijn favoriete beauty fabels en feitjes. Want sommige dingen die je dan ziet op